Hallo kijkers van Peer Gentlemans. Vandaag maken wij een nieuwe video over Don't Starve Together. Ons allereerste deel en we hebben een nieuwe gast in ons midden, Kevin. Hallo. Nou, hallo, en Kevin. Die doet ook lekker mee. En Patrick, we zijn met z'n drietjes. En Patrick laat even zien hoe jullie hoe we heel makkelijk een server maken. Mm-hmm. Deze update is nu net uitgekomen. Het is een soort beta-versie. Die kan je kopen. Voor degene die Don't Starve hebben, maar 5 euro. En als je later, ergens in 2015, komt de gehele versie uit en die wordt dan wel gratis. Ja. Maar je moet klikt op play, logt in, je ziet hier een hele lijst met servers, modded, kan hier searchen, survive en alles. Je klikt gewoon op host server. Dit is dan de server die wij al hebben. Of dat is gewoon ja, met een paar andere vrienden. Je kan hier gewoon de naam invoeren, de descriptie, wachtwoord, de game mode, players en... Als je het invoert, je hoeft geen poortverwarring of moeilijke dingen te doen. Don't Starve zelf host het gewoon voor jou en dan kunnen ze joinen. Hoe noemen we hem? PR Gentlemans. PRK Gentlemans. PRK Gentlemans. Wacht, dit gaan we even... Nee. Ik doe K tussen haakjes. Nou, nu voel ik me buitengesloten. Nou, join for fun best. Het wachtwoord, nou die hebben we die nodig? Ja, anders gaan random mensen onze server joinen. Oh ja. Ja, wat is het wachtwoord? Ik zeg toch friends only zetten. Wacht, ik kan gewoon alleen friends only aanzetten. Oh, ja. En dan maximum dan... players 3. Survival, PvP, uit. Ja, create server. Ik ga trouwens als Wolfgang spelen. Kevin gaat als Wilson. En Rick gaat als Wendy. Dat is een soort spookmeisje noemen we haar altijd. Ik ben Wolfgang. Ja, ik zou nu wel proberen snel mogelijk te joinen. Ja, dat probeer ik ook, maar ik zie hem nog niet. Nee, het is PRK, tussenhaakjes K met hoofdletters. En anders moet je friends only aanzetten. Alleen hoofdletters? Ja, oh, zoiets. Ik heb hem. Oké. Join. Oké, als je eruit komt, kom maar naar linksboven. Ik ben al een beetje ik shit aan het opgaan. Ik heb hem ook. Join dan. Oh, ik heb een dood persoon gevonden met 1, 2, 3, 4, 5 planken. Holy shit. 5 planken? Hij ja. Heeft hem aan het loaden. Ja, ik Pino Power spot. Has joined. Ben je Wilson of niet? Ja. Nice. Ik ben het spookmeisje. Moet er wel een beetje bij... Wacht even. Recht naar boven vanaf de poort. Daar ben ik. Oké. Oh, daarin. We gaan eventjes, denk ik, wat flint en shit zoeken. Ja, ik heb nu al 3 flint. Maar je moet proberen een beetje bij elkaar te blijven. Want als jij iets verkent, verkent de rest het niet. Ach, waar ben je eigenlijk, Kev? Ik ben rechts naar boven gegaan. Nee, wat? Wacht, sorry. Ik ga nu naar de span, wacht even. Ik ben nu bij de span. Ja, ik ben rechts naar boven gegaan. Kom ook maar rechts naar boven. Ik heb hier een best wel chill plek. Ik heb hier al flint. Ik zie hier allemaal gas... Oh, hallo, Rick. Hoe deed je ook weer zwaaien? Slash wave. Ik heb 3 berry bushes hier. Oh, shit. Zij het verkeerd. Hallo, Patrick. Hallo. Ik vind het echt eng als dat meisje dat doet. Je kan toch ook kwaad worden? Horen jullie mijn deur kleppen? Flint. Oké. Okay. Ik zie flint. Ja, Kevin, kom even hierheen. Ja, kom eraan. We zijn via de span een beetje rechts naar onder gegaan. Oh, ik kan ook een boom hakken. Ja, ik ga alvast op een boom hakken. Nou, je kan ook de taken verdelen. Oh, dat is een van de leukste dingen aan Don't Starve Together. Maar het is wel moeilijk. Ja, wat jij Patrick zei, de monsters hebben de helft van hun leven erbij, toch? Ja, de helft die ze normaal hebben, die helft ervan, die is er als goed weer bijgekomen. Bij sommige monsters, niet allemaal. Ik hoor jullie houttakken. Hier ben ik. Oh, hallo Kevin. Even... Oh shit, slash hoe... Ben jullie aan het kloten, joh? Wij? We zijn alleen het houttakken. Druk eens even op tappad. Kan je zien dat... hoeveel ping je hebt en ik kan je kicken, Kevin. En wie je host, nou dat is even een paar tips gaan we jullie geven. En het is dus wij heel zijn makkelijk. De eerste in Nederland die dit opnemen. Nou, is goed, is wel. Tot zover. Maar het is gewoon leuk, want Don't Starve hebben we altijd al gespeeld. Alleen multiplayer maakt het gewoon extra leuk. Ik heb Rick het gegeven. Ja, de Together versie. Want en ik heb hem gewonnen. Ja, dat was wel epic. Ja.
En ik zit bij Rick en Patrick op school. Niet. Je bent gewoon een zwerver die bij ons in de buurt woont. Die toevallig een computer heeft. Ja. Ja. Nou ja, maar we moeten. Nou, we hoeven nog geen kamp te maken. Nee, we moeten eerst even. We gaan zo denk ik even naar beneden. Oh, ik zie hier een steen bij hem. Ik heb een ei gevonden. Kom, loop naar mij. Maar... Ik heb een spijdernest gevonden. Oh, nice. Nice. Volgens waar is die bij hem dan? Hier. Ja. Oh, Rick, waar? Oh, Rick, waar? Steen bij hem. Nee, hij wordt niet aangesloten. Volgens mij wordt. Nee, hij is niet aangesloten. Oké, ik ga alvast een paar spijders uitmoorden. Ik heb hier wat steen. Petta is niet aangesloten, dus. Hoor ik het regenen? Nee. Nee, het is water. Kijk, Kevin gaat achter jou aan. Nou, Patrick en ik die kennen het spel best wel lang. Kevin heeft het ook nog niet Kevin zo heel lang. Door op de start zelf. Heeft Kevin nog niet zo heel lang, dus we helpen Kevin zo. Een beetje toch heen. Dus niet te veel van. Ben je gehit, Kevin? Wat? Ja, één keer, maar ik heb nog 130 levens. Oké, wij hebben al 4 spiders uitgemoord en we hebben 4 vlees. Dat is een beetje jammer. Wacht, kijk of hij hier boven aansluit. Please, sluit hier boven. Nee, dan ga ik deze overige stenen wel even. Nee, Pat, hij sluit helemaal niet aan. Ik weet niet eens waar je bent. Ja, ja dus, waar jij net ook liep. Moeten we even kamp verbouwen? Nee, nog niet. We hebben tijd zat. Maar ik heb trouwens al 17 gras. Oh, nice. Blijf even shit oppakken. Ik ga even van die overige steentjes hakken. Gewoon dat we zo'n, hoe heet het, zo'n fire pit kunnen maken. Ja, heb je als... Ja, oké, maar wat ik net... Ja, dat is gewoon pret. Ik vind echt dat er een brug moet komen of zoiets, wat erop lijkt. Haha. Maar ja, dat kan niet komen. Aha. Oh, een green mushroom. Patrick heeft meestal sanity nodig, want hij is morgen. Ja. Die gaat zijn sanity sneller omlaag als je nog niet wist. En bij ik heb trouwens ook 3 berries. Oh, Patrick, ik heb hier ook steen. Kijk, Kev, kom even hier naar boven. Wat? Ik ben langs het spinnennest gegaan, jongens. Waar, oh, daarboven. Moet ik het pad aflopen? Naar boven? Ja, naar boven. Ja, wij zijn daar rechts in die groene biome. Ja. Okay, zie je ons kom nog ik niet? Er zo aan. Nee. Nou, we moeten wel even, want je kan elkaar best wel makkelijk kwijtraken. Je ziet elkaar niet op de map, behalve als je elkaar heel even hebt gezien. Dan zie je dan soort van rechts een beetje waar iemand loopt, ongeveer. Oké, Kev, kom even hierin. Ja. Kunnen we, ja, we hebben genoeg gras. Oh, ik heb een light gras. Alleen, daar ligt alleen een torch bij. Kijk of die veel procent heeft. Oh god, 61. Ik heb al heel veel takjes. Ik heb al 28 takjes. Oké, Rick, kom even hierheen. Heb je al genoeg steen? Want ik heb hier, ik zie hier nog wat steen, maar... Hey, Kev, ik ga even hier een kampvuur opzetten. Okay. Rick, kom even hierheen. Waar is hierheen? Ja, ik weet niet waar jij bent, want je loopt. Ja, ik was bij dat spinnenweb. Wat ben je aan het doen, Patrick? Koken. Njom, njom. Waar ben je dan, Rick? Spinnennest? Spinnennest. Ik heb flint, wacht. Wacht, hoe stond mijn beeld? Zo toch? Oh, hallo. Okay. Hoe gaat het ermee, jongens? Beste. Nou, hier, ik pak even één wortel, want ik heb verder... Oh, wacht, ik heb wel eten. Laat maar zitten. Ik ga dit loog tegen jullie. Oh. Met hier is de green mushroom. Ik weet niet of je hem nu al... Ja, nee, maar geef maar even, dan hou ik hem wel vast bij. Hierzo. Je kan hem ook gewoon give. Ja. Maar dat gaat 1-1. Dus als je echt iets van 20 of zo wil geven, moet je het gewoon op de grond leggen. Gaat veel sneller. Makkelijk. Kijk, nu wordt het nacht. Ja, ik zou nu maar gaan. Kijk, vind ik pas op, hè. Ja. Ja, daar zijn we weer. We hebben de knippen de nacht er even uit, omdat het gewoon saai is eigenlijk. Je doet niet zoveel, dus dat hebben we er even uitgeknipt. Ja. En dan gaan we nu weer verder. Toch links naar boven? Ja, hier richting waar jij bent. Oké, nee, dan is het goed. Anders loop ik weer verkeerd. Ik was jullie bijna kwijt. Oh, zielig. Zielig arm meisje die alles dood wil. Nou en? Hoe kan je Abigail krijgen? Oh, steen! Een soort bloem. Ik hak het steen wel. Ja, ik heb 6 steen. Maar hoor je dat toen, gisteren ging het ook super snel, hè? Wat? Gisteren ging het super snel toen Abigail ready was en ik had nog helemaal niks vermoord ofzo. Ja, dat gaat ook raar. Oh, hier zie ik een hele... Hey, daarboven zie ik een nieuwe biome van weer van het savannagras. Misschien is hier... Wacht even, maar. Misschien is hier een... Er zitten konijntjes. Ja, weet ik, maar niet heel, niet overal. Er zitten ook hele lege stukken. Oh, hier, dit is één hele huge biome. Oh, ik zie een metaal biome met alleen 2 marmer en een pickaxe. Nou, daar hebben we veel aan. Kom nog verder naar boven, daar is weer gras bij hem. Ja, ik ben nu helemaal aan het doorlopen. Kevin die volgt mij volgt. Oh, hier is een koala fence. Nou. Oh, bijen. Oh, en een respawn table.
Maar die kunnen we niet openen, wat we zijn achtergekomen. Die kan je niet openen. Oh, daar is een spinnennest. Bert, kom even naar het pad uiteindelijk. Ja, ik hier waar ik nu loop. Kevin, jij kan mijn plaatje. Oh, ik heb biflows, jongens. Oh, dat is mooi. Je moet helemaal links. Ik weet niet waar je net was, maar daar even het linkse pad aflopen. Er zijn er tot nu toe nog maar twee. En er zit ook een spinnennest naast, dus daar kunnen we ook goed gebruik van maken. Heb je dat als kleine metalen bijen al gezien? Nee, ik ben helemaal naar links toe gegaan. Jij ging oh jongens, ik heb een piggy, heel veel gras, weet je wel, een piggy plantage met gras. Oh die, ben je nou een duistere gebeuren geweest? Oh, Kevin is bij mij. Ik heb hier een spinnennest. Ja, wacht, ja, hier zo, Rick, hier naar boven. Oké, ik ga ze even aanvallen. Kom op, ik ga ze even aanvallen. Nee, dat zijn van die goede Guardian Pigs, hè. Ik denk dat ze dat... Nee, maar ik heb het over de... Pig, deze. Eigenlijk zijn ze heel makkelijk één voor één. Oké, daar heb je ook stil van. Ja, hé jongens, ik zie hier steen. Ah, nee, geen steen bij hem. Want we hebben echt... Kijk daar rechts, kijk maar daar rechts. Dus is... Ik ben trouwens bij je tegengekomen. Oh, nog een... Oh, die... Oh, die... Ja, daar moeten we heel veel... Guardians Picks. In Steenbuim zijn we erachter gekomen dat daar meteorieten vallen. En die zijn al eens een keer op mijn hoofd gevallen. Dat heet 30. 30? Dus, dat is weer. Oh, ik heb weer een track gevonden van een. Qualifant, Qualifant, maar dat doen we nog niet. Ik heb er achter de vlindertjes aan. Oh, nee. Ja, laat nou maar, Kevin, laat maar. Ik denk dat we ons doel al bereikt hebben. We hebben de buffalo's al, dus... Oh, hier nog meer buffalo's. Nog meer? Ja, hopelijk zit er daar een normale biome naast, ja, want dan kunnen we daar gaan wonen. Zie ons er lopen. Vier buffalo's, vijf buffalo's. Oh, hier beneden ook nog. Poep. Ja, nee, dit is goede shit. Kunnen we... Is je... Shit. Ik ga maar zien. To do. Wat nou? Dat was een woordgrapjes donderdag, niet woensdag. Oké, hierboven is denk ik echt helemaal niks. Nee, ik denk ook niet dat het... Ik weet wel waar een normale biome is, dus ben ik net geweest. We hebben een biome. Als we dan bij de bees gaan wonen waar jij zijn, dan zitten we redelijk dicht bij de bees. Hebben we een spinnennest dichtbij. Pak even... Oh, ja, Kevin. Ja. Kom maar naar mij, volg mij maar. Ik weet waar we naartoe moeten. Rick, je steekt in mijn gezicht. Hebben jullie eten nodig? Nou, ik heb er nog 11 vestjes die ik moet koken. Wauw. Iedereen even zijn zinnetje. Hé, hey, kom maar. Oh, dus oh, wacht. Ah! Deze gaan we een keer met Abigail aanvallen, want hier kunnen we zoveel gras van krijgen. Oh shit, mijn maag is leeg. Heeft iemand eten trouwens vandaag? Nu ben je Patrick. Ja, nee, wacht, zometeen. Ik geef zo meteen maar. Nu ben je Patrick, de echte Patrick geworden. Dun. Ja. Dun en toch wel eigenlijk helemaal vol. Ja, maar Rick, waar ben je? Ik naar boven. Ja, weet ik, maar ik wil deze steen hakken, want dan kunnen we het firepit maken. Oh, ik heb ook nog steen nog. Hoeveel? Acht. Oké, geef dat maar van mij. Ga naar boven, dan ga boven. Ja, kom al. Maak jij even een kampvuur dan. En dan verder naar rechts. Naar boven en dan verder naar rechts. Ja, ik volg je pijltje. Mooi, dan weet ik. Hier is een bij, één bij, heb ik gevonden. Eén zo'n bij ding. En dan respawn table, maar wat ik al zei, die kan je niet openen. Ja, maar je kan wel die piggy hoofden kapot hakken. En dan kunnen we piggy huisjes maken. Oh, nog bijen. Oh, dit is hele bijen shit. We moeten, jongens, we moeten niet te ver daar gaan wonen, want ik wil dicht bij de biefloos. Oh, ik zag het een bushead. Bushead. Dood iemand. Oh, die is nice. Maar jongens, kom even hierheen. Gaat hij niet op? Hé, jongens, ik ga niet helemaal naar boven wonen, want dan zitten we veel te ver van de bisons. Ja, weet ik, maar ik pluk wat besjes. Oké, ja, want ik heb eten nodig. Mijn maag is leeg. Nou, leeg. Gewoon voor Wolfgang is die leeg. Maar gaat de bus het niet op? Want ik zie nee. Dat is, dan kan je rechtermuis snoppen en dan verander je in een bosje. Dan gaat hij zeker wat? Wel. Kevin, wat? Joint gelijk weer. Ja, met disconnect. Nou ja. Kan je weer joinen? Oké, kom er weer aan. Ja. Span je op dezelfde plek, of niet? Ja. Ja. Hey Rick, kom even naar beneden. We moeten even dat je net vanaf die biflows dat je hier. Waar zet je shit neer? Ja, wacht, hier zo. Waar ben je? Ik ben dat pad bij dat eerste. Ik denk, zou ik hem hier neerzetten? Gewoon hier zo. Ja, maar waar ik nu sta. Nee, daar moet je niet. Dat kan je niks plaatsen op paden. Niet. Zit het door nacht en ik zit hier ergens in de. Hier zo. Plassoes.
Waar zijn jullie? Snel een torch, snel een torch. Ja, waar hier? Maak hier maar gewoon even snel een kampje. Nee, ik wil even een fire pit gelijk. Oh, waar? Hier maar echt een fire pit. Hier, hier oké, waar jij staat, ja. Okay. Hey, waar zijn jullie? Ja, daar helemaal boven, vanaf de span. Ja, je kom je in een soort savanne bij je. Ah, mooi zo. Ja, naar beneden. Kevin, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Wauw, doe je torch maar uit. Heeft iemand eten trouwens voor mij? Oh, Abigail's Hardy. Ja, daar zijn we weer, maar we sluiten de aflevering hier af en we gaan snel mogelijk weer verder. Doei! Doei!